Zo, we zijn aangekomen in het pittoreske Leiden. We gaan hier zo meteen in gesprek met Arsjaat, die is onderweg hier naartoe. En we gaan het hebben over het onderwijsconcept Creative Future. En als het goed is, zie ik in mijn ooghoek, komt hij aanlopen. Hoi, hallo. Hey, wat fijn dat je er bent. Ja, dank je dat ik hier mag zijn. Zeker. Ja. Kan je jezelf even kort voorstellen? Ja, ik ben Arsjaat, imami, teamleider van twee opleidingen, de Bachelor Facility Management en de Associate Degree Facilitair Event Management. Oké. Okay. Arsjaat, we gaan het natuurlijk hebben over de pilot onderwijsconcept Creative Future. In het algemeen, kan je kort uitleggen, wat is het? Wat houdt het in? Het heeft een prachtige naam, maar wat is het? Ja, waar het eigenlijk om gaat is dat als we kijken naar de maatschappij, die verandert heel erg snel. Dus je wilt, als ik student ben, in ieder geval onderwijs hebben dat daarop aansluit. En dat doen we eigenlijk met de nieuwe pilot. Studenten hebben na de eerste 2 jaar een goede basis meegenomen in hun rugzak. En in de pilot krijg je eigenlijk de ruimte om je eigen studieroute uit te stippelen. Mm-hmm. Op een manier waarbij je interdisciplinair bijvoorbeeld aan de slag kan gaan. Zelf je wegen kan kiezen en met, als het goed is, met heel veel verschillende studenten aan tafel zit om oplossingen te vinden. Dus ja, dat is eigenlijk te gek dat studenten dat straks kunnen doen. Klinkt goed. Ja. En kan je iets concreets noemen? Want ik bedoel, dit is natuurlijk hoe het vormgegeven is. Maar wat is nou echt iets wat bijvoorbeeld studenten echt zouden kunnen gaan doen? Nou, wat heel leuk is ik had het net over de studieroute die je dan kan kiezen. En dan praten we straks over tracks. Ja, de huidige minor kan zo'n track zijn. Je moet het eigenlijk misschien zien als een spoorrails. Als je eigen reis uitstippelt, dan bepaal je steeds een stukje extra van je spoor. Mm-hmm. Heb je verschillende soorten tracks waar een student straks uit kan kiezen. En eentje die ik zelf heel erg leuk vind, is bijvoorbeeld de flex track. Mm-hmm. Flex track is een stukje ruimte voor de student om bijvoorbeeld straks te zeggen van ik wil een eigen onderneming starten. Zou ik dat in die flextrack kunnen doen? En als we dat goedkeuren met jou, dan kan je daarmee aan de slag gaan, word je daarin begeleid en kan je op die manier ook aan leeruitkomsten van je opleiding gaan werken. Ik ben ontzettend benieuwd. We hebben net het een en ander gehoord over de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van het onderwijs of het lesgeven. Wat is de motivatie voor jullie om op deze manier te werken te gaan? Ja, er zijn eigenlijk meerdere motivaties die we hebben. We zien enerzijds dat het werkveld heel erg aan het veranderen is. We zien dat de wereld niet zo in te delen is in opleidingen. En dat er eigenlijk de grenzen tussen beroepen heel erg verdwijnen. En daar willen we graag op inspelen. We zien ook dat in de creatieve industrie steeds meer aan maatschappelijke problemen gewerkt wordt. En dat vraagt ook vaak om multidisciplinaire aanpakken. Dus daar willen we graag voor opleiden. Oké. Okay. En tegelijkertijd zien we ook dat het onderwijslandschap landelijk verandert. En dat er eigenlijk een roep is voor de nieuwe generatie studenten om veel meer flexibilisering in hun onderwijs te hebben. En niet meer de vaste paden die voorgedefinieerd zijn. En Maarten, ik ben ontzettend benieuwd, hoe is dat voor jou? Want jij moet dit zo meteen op deze manier het onderwijs gaan volgen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is heel anders dan dat je gewend bent. Want altijd wordt alles voorgekauwd, om het zomaar te zeggen. En nu mag je echt je eigen weg kiezen. En natuurlijk is dat wel spannend, maar je hebt goede begeleiding, coaches die je begeleiden. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat dat helemaal goed komt. Ja, wat goed. Maar spannend is het zeker. Heb je voor jezelf een beetje helder hoe je het, wat je zou willen en op welke manier? Nou, ik zelf nog niet echt. En ik denk ook dat ik dat wil ontdekken door een stage. Dat ik denk van, nou god, een brede stage pakken. Dat ik kan kijken waar ben ik nou echt goed in. En dan pas gaan kijken naar die field tracks of naar de focus tracks. Om me dan echt te gaan specialiseren in iets waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. Ja. Ja. En zie je ergens tegenop ook? Ja, ik denk dat iedere student wel opkijkt tegen het portfolio wat je ervan maakt. Je hebt dan toch wel gewoon een kans dat je moet bewijzen dat je alle leeruitkomsten hebt ontwikkeld op niveau. En dat doe je aan de hand van een portfolio en een gesprek. En ik kijk daar wel tegenop, want ja, je hebt gewoon een kans en die wil je gewoon halen. Ja. Hoe zit dat tegenwoordig? Hoe verantwoorden de studenten zich tegenwoordig? Ja, dat is een hele goede vraag. De studenten hebben ook in jaar 1 en 2 al geleerd dat je leeruitkomsten moet behalen. Mm-hmm. Dus zij gaan straks verschillende tracks kiezen om die leeruitkomsten aan te tonen. En tijdens het doen van die activiteiten binnen zo'n track verzamelen ze allerlei bewijsmateriaal. Krijgen ze constant feedback op van coaches, van docenten, van medestudenten. En dat verzamelen ze allemaal in een portfolio. Okay. En dat betekent, na die 2 jaar heeft de student een steeds voller portfolio om aan te tonen waarom die aan die leeruitkomsten zou voldoen. Ja.
En als dat helemaal compleet is, dan kan je daarmee verantwoorden waarom je aan het eindniveau van de opleiding voldoet. Ja, ja. Nigel die heeft Arsjaad even gesproken over portfolio, wat u net noemde inderdaad. Hebben jullie een beeld van hoe dat portfolio eruit moet zien? Nee, we hebben afgelopen 2 jaar ook met het portfolio gewerkt. En eigenlijk voor elke opdracht die je doet of training die je volgt, werk je een hele pagina uit met wat je hebt gedaan, wat je hebt geleerd en wat je weer meeneemt naar volgende opdrachten. Dus eigenlijk is het gewoon een soort heel groot portfolio pagina van wat je dus allemaal hebt gedaan en daarvan hebt geleerd. Ja. Ja, en van al die portfolio's die je door het jaar heen maakt, moet je aan het eind van het jaar een beslisportfolio maken. En daar moet je dus al die leeruitkomsten kunnen aantonen op dit jaar dus niveau 2, vorig jaar was dat niveau 1. En dan krijg je nog een assessmentgesprek en als je dat haalt, heb je het gehaald. En ik denk dat dat voor jaar 3 en 4 ook zo gaat, dat je weer zo'n heel groot beslisportfolio moet maken en dan met de eindleeruitkomsten, dat je die moet kunnen behalen en kunnen aantonen. Ja, precies. Ja, klinkt goed. En wat je zegt, jaar 3 en jaar 4, dat noemen we nu steeds zo. Maar eigenlijk zijn het niet meer 2 losse jaren, toch? Het is eigenlijk 1 traject. Ja, klopt. Je moet zien dat jaar 3 en 4 eigenlijk bestaat uit de mogelijkheid om je eigen leerroute samen te stellen. Uit die tracks die je kiest. Hoe zie je dit, ontwikkelen de komende periode, deze pilot? Ja, dat is heel interessant. Als je kijkt, de pilot zoals we die nu hebben neergezet, is heel erg vernieuwend in heel onderwijsland. Dus andere instellingen kijken ook wel met groot oog naar hoe we dat aan het doen zijn. En hoe je dat ziet ontwikkelen, een belangrijk concept is dat de student aan zet is om zijn of haar eigen leerroute te bepalen. Dat is iets waarbij de student heel veel vrije ruimte gaat krijgen en wij, de coaches, daar goed in moeten begeleiden. En dat gaat denk ik in de toekomst toe leiden dat steeds meer opleidingen van buiten ons domein en buiten in Holland aantrekkelijk voor onze studenten gaan worden en omgekeerd om met elkaar te leren. Nou. Ja. Ik zie er helemaal enthousiast over vertellen. Ja, dit is geweldig. Ik denk, zoals jij hier zit, ik ook. Ik had dit als student gewild. Nou. En we praten er jarenlang over binnen het onderwijs. En wij zijn een van de eerste die dit aan het doen zijn. Ja, mooi. Dus ik denk dat de studenten nu echt nog beter voorbereid worden op die toekomst. Op een manier wat gewoon super leuk is. Dat je zoveel meer variëteit krijgt om je opleiding in te richten. Zeker. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Jij heel erg bedankt ook, ja.